Bingo, de nummer 1 boekmaker voor paardenrennen. Dit weekend is de kalender van de paardenrennen anders dan wat we gewoon zijn. In Tongeren wordt er op zondag een drafprogramma voorgesteld. In Waregem hebben we op zaterdag zowel draf als galoprennen. DTRC is voor de dravers voorzien en ze laten hun talenten zien in de 8e koers van de namiddag. Daar moet gesprint worden over 1800 meter. Onze favoriet is het nummer 10, Rodimum, met driver Mark Huyghes. Deze mooi gefokte merrie draaft hier voorbij de tribunes in zesde stelling. De bruine kleuren met gele bollen boeken aan de overzijde heel wat winst. In het derde spoor verovert Rodimum de koppositie en die staat ze niet meer af. Meer nog, de vierjarige belofte loopt makkelijk van het veld weg en wint met 4 lengte voorsprong. Vorige week was ze ook onze favoriet in de TRC. Maar een vroege startfout zorgde voor een uitschakeling. We verwachten dat ze dit weekend revanche neemt en wie weet finisht ze weer als eerste. Haar belangrijkste tegenstander kan het nummer 6 Roxanne Brescia worden. Ook zij komt de voorbije 2 maanden vaak aan de start in Waregem. In de TRC van vorige zondag neemt deze Vosmerrie al heel vroeg de koppositie in handen. In de geel-groene kleuren regelt Annemieke Apers het tempo. Het is interessant om ook te focussen op Ocardo M. Die volgt met Marnix de Grote in de wit-rood-zwarte kleuren in zesde positie. Ocardo M timmert aan zijn zomervorm. Hij volgt op een achterstand die niet meer te overbruggen valt. Bij het uitkomen van de laatste bocht legt hij nog steeds pas 5e. Roxanne Brescia blijft ondertussen vooraan alles controleren. Ze moet in de eindfase enkel in Rebel Rebel haar meerdere erkennen. Die is er dit weekend niet bij, waardoor Roxanne Brescia kans maakt om voor een 2e keer dit seizoen in Waregem te winnen. Ocardo M zet echter ook een prima eindsprint neer. Het levert hem uiteindelijk nog nipt de 3e plaats op. Aangezien hij dit jaar nog maar 2 keer heeft gelopen, kan zijn vorm nog flink stijgen. Daarom krijgt hij de voorkeur op het nummer 8, Roxy Termeulen. Na haar Waregemse zege deed ze het in Tongeren minder goed. Bingo, de nummer 1 boekmaker voor paardenrennen.